Yo, wat dan mensen, super tof, we kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we lekker Rocket League doen, 2 versus 2. En mensen, de sportscholen zijn gewoon vandaag open. Dat wou ik gewoon even vertellen. Ik wou gewoon, niet meer boeit het, maar ja, de sportscholen zijn open jongens. Ik ben er op zich wel blij mee, dan kan ik weer een lekker potje sporten. Dat heb ik wel op zich wel gemist. Oh, hij miste hem, maar hij gaat hem sowieso naar mij pasen nu. Ah, nee! Oh, sorry teammates. Oké, dit doe jij heel goed, bro. Dit doe jij fantastisch. Maar laat het zeker weten in de comments, jongens. Sport jij ook? Doe jij ook aan sportschool? Of überhaupt aan een sport? En welke sport? Laat het zeker weten in de comments, jongens. En vergeet dan ook niet even te abonneren en te liken. Doe dat dan ook even zeker als je dan toch al bezig bent. Alright, let's go. Oh, die was wel heel scheef voor mij. Maar hij was wel een close one, ja. Oh, ik had even op hem. Wel gaan terugkomen, dat dacht ik al. Goed teammateje, lekker man bro. Ik zag niet echt wat er voor gebeurde. Ja, ik ben er niet. Dit is wel zuur. Ah, dit is mijn fout. Dit is mijn fout. Fuck, sorry. Ik had gewoon eerder bij deze bal moeten zijn. Ik had gewoon boost, dus ik had hem gewoon daar moeten pegelen. Maar ja, dan ging hij weer over. Dat is ook alweer zo beroerd. Oh, ik word bot. What the fuck? Oh, wat een goal dit, joh. Perfect haar. Kijk dan. Ah, druk iemand hem door. Goed. Ik ga er niet achteraan. Ik wacht op deze bal namelijk. Die nu gaat komen. Kijk, die doen we goed. Let's go. Oh, wat zie ik dit. Gewoon slim spelen. Niet zo dom spelen. Let's go. 3-1. Hoppa, keetje. Daar hebben we 2 divisie 1 zitten we in, jongens. Voor de mensen die dat willen weten. Ah, sorry. Hij is best goed hoor, die teammate. Even een beetje geduld. Oh, zijn we wat gemist, jongen. Lekker! Let's go, bro! Alles gaat erin. Alles gaat er vandaag in. Let's go, man, bro. Top Braziliani, no no no, dat zie je niet. What the fuck? Top Uraislijnen. Je hebt mensen die hebben, hoe noem je dat, de ziekte van Jules La Tourette. Jules La Tourette, ja. Zeg opeens wat. Ja. Hop, hop, hop! Ik heb geen idee of ik dat wel even goed uitgesproken, man. Jezus. Oh. Volgens mij speelt er één iemand wel serieus en de ander niet. En daarom kan ik de 5-1 maken en hun gaan FF'en. Alright mensen, we hebben gewonnen. Kijk maar. Ja, dit was een leuk potje. Not. Alright mensen, let's go naar game nummer 2. Oh nee mensen, ik zit nu bij die XI of zo. Oh nee. Ik zit nu bij die gozer van waar we net tegen volgens mij speelden. Volgens mij is dit echt de gozer waar we net tegen speelden en die zo kut deed. Maar ga ik dan dit potje winnen of ga ik dit potje verliezen nu ook? Oh, ik moet me echt hoor. Concentreren tegen deze mensen, want dit is echt... Het gaat echt steeds lastiger worden, man. Merk ik. Want je natuurlijk steeds hoger komt, lijkt me logisch dat het altijd lastiger wordt. Het zou raar zijn als je hoger komt en het wordt makkelijker. Tuurlijk, let's go! Golazo! Great pass! Goed, man, bro, dit. Ja, je moet ze maar perfect timen met deze balletjes. Het zijn niet de moeilijkste balletjes, maar je moet ze wel scoren. Een beetje nutteloos wat je daar deed. Die kun je hebben, nice. Let's go! 2-0! Dit is gewoon blijdschap. Hoppa! Let's go! Oh, even rust. Niet dat we zo meteen weer 1-0 achter staan. Met de achterkantje. Hoppa! Let's go, boys.
We zijn gewoon 2-0 voor. Ja, goed. 3-0. Nee, oh nee! Zo, die gaat hard, die bal. Oh nee, ik kom helemaal kut terecht. Snel teruggaan. Oké, okay, hij is te laat. Of ik wel, ik ben te laat. Het balletje weg. Oh kut, ik kom helemaal verkeerd. Goed. Goeie redding, man. Oh jezus. Ja, ik pak alleen even deze boost. Oh, mis. Oh, close one. Oh nee, die bal ging niet hard. Die bal ging alles behalve hard. Waarom? Ik beuk hem toch? Ik beuk hem en hij gaat gewoon niet opzij. I need boost. Dus die bal kon ik nooit hard schieten. Ik vond eigenlijk al dat hij nog best wel hard ging. Oh, als ik met de punt had geraakt, dan was hij... was een goal geweest, sowieso. Oh, team met deze bal. Good one. Nog 2 minuutjes volhouden, jongens. Goed, teammate. Nee, nu hebben we een goal tegen. No, nu hebben we een goal tegen. Ai, 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 ai. Balletjes voor. Ah, het teammate was er niet. Shit, sorry. Ik ben kapot. Oh, lekker bro. Hij speelt wel goed, man. Ik ben weer kapot. Echt, ik kom ook 1 keer meedoen. 22 keer kapot, joh. Ik dacht eigenlijk dat hij hem zou raken, man. Niks aan de hand. Even open ingezocht. Oh nee, ik mis deze boost. Ik blijf gewoon campen hoor. Ik blijf gewoon campen. Gewoon die tijd verneuken van hem. Let's go, gewonnen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hoppakee. Oh, hier ben ik wel even blij mee dat we dit potje ook weer hebben gewonnen. Jezus, wat gaat de laatste tijd goed, man. We zijn weer gewoon op ons level. Hoe we ook horen te spelen natuurlijk. Dus Diamond 2, Divisie 2 zijn we nu. En daar eindigen we vandaag mee. En hopelijk kunnen we zo snel mogelijk Diamond 3 halen. En dan natuurlijk die Champion. Dat zou toch wel lachen wezen. Gerrit in Champion. Wie had dat ooit gedacht? Ik in ieder geval niet, voordat ik aan Rocket League begon. Want ik wist gewoon, het wordt een moeilijk spel. Maar inmiddels zijn we toch wel weer aardig aan het worden. Qua rotaties en zo. En mechanics en al die onzin. Ah, dus we gaan richting Champion. Dus let's go boys. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Tot morgen hopelijk om 3 uur bij een goed nieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd bedankt voor het kijken. En later.